Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. De gemeente moet zich verzetten tegen de kerncentrale in Tihange, België. Ja, helemaal mee eens. Het gebeurde ook al, ook door het CDA, zowel provinciaal, landelijk. Martijn van Helvert, die er vragen over heeft gesteld. En lokaal natuurlijk ook. Ook meegedaan met een aantal mensen van het CDA. Aan de menselijke keten als verzet. Dus helemaal mee eens. Dan hebben we de Brightland Gemmelot Campus mag uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van groen. Er is een verschil tussen de zware industrie en in dit geval meer de ondersteuning, de kantoren. Daarvan zijn wij van mening dat kantoorruimte als zodanig mag uitbreiden, als dat niet schadelijk is voor de omgeving in de zin van overlast. Nou, dat is het niet in de zin van stof, geluid, noem maar op. We gaan er dan wel vanuit. Dat is dan ook wat altijd gebruikelijk is. Dat als er groen wordt opgeofferd, in dit geval voor kantoren, dat dat dan op een andere plek gecompenseerd wordt. Nou, dat moet in de westelijke Mijnstreek zeer zeker lukken, gezien de omgeving. En wat is er mooier dan de Gemmelot Campus in een mooie groene omgeving in te passen. Dan de laatste. Er moeten meer evenementen komen buiten het stadscentrum van Sittard. Ja, dat is een stelling die je heel breed kunt opvatten. Buiten het centrum is overal. Ik hou hem even in dit verband klein. In het centrum van Sittard zijn we juist bezig om de zaken te regelen. In het verleden was dat niet het geval. We zijn er nu bezig met in eerste instantie een omgevingsvergunning te regelen. Om het vervolgens door te vertalen in een bestemmingsplan. En dat betekent dat heel duidelijk wordt hoeveel evenementen, in welke categorie, met welke geluidsbelasting, hoeveel dagen aan één gesloten, etcetera, etcetera. Dus wat dat betreft, als we het in het centrum van Sittard op deze manier goed kunnen regelen, zijn er alleen maar winnaars, zowel de omwonenden als ook de gebruikers, de bezoekers van de evenementen.